kijk, stel ik even met uw man op de foto mogen. Gewoon aan mezelf vragen. Een beetje verliefd. Hoe kijk je verliefd? Misschien kunt u hem even optillen, weet ik. Ik weet het ook niet. Alleen, ik wil niet dat mijn moeder boos is. Ja. Lente staat altijd maar alleen op de foto, terwijl haar moeder denkt dat ze een vriend heeft. Ja, die moet even overtuigd worden, dus moet ze op zoek naar een fotogenieke man. Maar is diens vriendinnen daar wel mee eens? Een beetje een hele rare vraag, sorry daarvoor. Mijn moeder denkt dat ik al een tijdje een relatie heb met iemand. Dat heb ik gezegd omdat ze zegt, ja, 30, je moet eens aan de kinderen beginnen. Dus ik heb gezegd dat ik op dit moment met hem een weekendje weg ben. Maar dat ben ik niet. Daar is mijn vraag, zou ik heel eventjes op de foto mogen doen alsof we verliefd zijn? Ik zie dat jullie heel verliefd zijn, dus ik wil hem niet afpakken. Wij zijn heel verliefd. Alleen mijn moeder ziet het. Ja, echt? Ja. Oh, super, dankjewel. Mag ik je misschien een kus op de mond geven? Het is alleen voor mijn moeder. Op de wang? Heel klein kusje. Ik zal geen tong erbij doen en zo, maar dat is wel geloofwaardiger. Echt, oh, heel erg dank jullie wel. Ja. Zou ik even op de foto mogen doen alsof we verliefd zijn? Alleen mijn moeder ziet hem? Ja, ga ik niet doen. Echt niet? Nee, ik vind het wel fijn dat je dat gewoon niet doet. Ik ga je niet meedoen. Echt niet? Nee. Ik hou niet van liefde. Jij mag mij wel lenen, maar mijn man liever niet natuurlijk. Hallo, zou ik iets mogen vragen misschien? Heel kort. Ik ben een weekendje weg en mijn moeder denkt, ik heb namelijk al een tijdje een relatie, denkt ze, met een leuke man. Maar dat is niet zo. En nou zei ze, stuur dan even een leuke foto van jullie samen. Ze weet dat ik op het ouder val, dus ik kan niet... Ja, niet dat ik u oud vind, niet dat ik u oud vind, helemaal niet. Ja. En ik wil ook uw man niet wegstelen, alleen... Ja, ik zou ook even met uw man op de foto mogen. Gewoon aan mezelf vragen. Een beetje verliefd. Hoe kijk je verliefd? Misschien kunt u hem even optillen, weet ik. Ik weet het ook niet. Alleen, ik wil niet dat mijn moeder boos is. Ja, nee. Ik vind het prima, maar niet overdreven, want dan... Nee, doe niet overdreven. Oké. Okay. Zeg maar. Ja, ik weet het ook niet. Zo? Kijk dat verliefd of... Mag ik nog een keer en even, misschien dat u even aftelt? En dan bij twee doe ik een kus op de mond. Is dat goed? Gaat dat niet dan? Nee. Wat doe ik dan? Een kus op zijn wang? Nee? 1, 2, 3. Zou je toch nee? De wang. Oh, heel fijn. Nou, in ieder geval heel erg bedankt. Nu zegt ze, ja, stuur even een leuke verliefde foto van jullie samen. Want ik heb geen vriend. Maar ze gelooft me dus niet. Ja, je doet maar. Echt, mag het even? Ja, vind je dat oké? Okay? Ja? Oké. Okay. We moeten wel een beetje doen als we verliefd zijn. Ja, en zo. Ik doe wel gewoon zo. 1, 2, 3. En zou je het vervelend vinden als ik hem een heel klein kusje op zijn mond geef? Ja, eigenlijk wel. Dat ja, de mond gaat wel wat te ver, sorry. Ja, gaat het te ver? Hallo, mag ik u misschien iets vragen? Dat is maar niet Jan, dus. Ja, het is alleen eigenlijk zou ik heel graag een foto willen maken met uw man. Ik neem aan dat u getrouwd bent. En dan kan ik dat appen naar haar. Alsof we verliefd zijn en dat het mijn man is. Alleen mijn moeder ziet. Oké, wat gaan ze doen? Pak de tablets erbij. Leg ik jullie gelijk uit hoe dit in zijn werk gaat. 25 punten krijgen jullie alvast. Weet je het zeker, kan je maximaal 10 punten inzetten. Twijfel je erg, 1 punt. Als je het goed hebt, komen de punten erbij. Als je het fout hebt, gaan de punten eraf. Helder? Oké, nu de vraag. We hebben net zitten kijken. Mag onze actrice met deze man op de foto? Ja of nee? En de punten. Oké, jullie eerste inzet. Beetje voorzichtig. 3 puntjes, 5 puntjes. Even maar jullie denken wel allebei dat het mag. Ja. Ja, ik zie hem al een beetje kijken. Die denkt, ik zie dat wel zitten. Ja. Een klein kusje hij erbij. Hij is toch een kopje groter dan die vrouw. Dus hij denkt, dit ga ik even doen, schat. Je interesseert me even. Het is zaterdagmiddag. Ja. En wat zie jij? Nou, je ziet wel echt duidelijk dat hij het wel ziet zitten, ja. Maar je ziet toch wel dat de vrouw in alle gevallen tot nu toe zich er wel mee bemoeit. Ja, logisch. Die bepaalt eigenlijk of het mag. Zo gaat het thuis ook. Ja? Tuurlijk. Bij jou ook? Bij jou ook. Ja, bij mij ook. Ja? Nee. Nee. Wel. Ja, oké, okay, jongens, jullie zeggen dus ja. Laten we gaan kijken. Eigenlijk zou ik heel graag een foto willen maken met uw man. Ik neem aan dat u getrouwd bent. En dan kan ik dat appen naar haar. Alsof we verliefd zijn en dat het mijn man is. Alleen mijn moeder ziet het. Mag even. Ja, die mag er niet op, inderdaad. Niet gelijk tongen, eigenlijk. Niet gelijk tongen? Mag ik hem wel een kusje geven op zijn mond? Nee. Waarom niet? Ja, mag dat? Mag ik een foto maken? Ja, gewoon op die drukken. Ja. Een klein kusje. Ja, bukken.
Klaar. Dat is nog niet klaar, hè? Nog een keer. Oh ja, geweldig. Nou, dat gelooft ze wel. Oh, ja, goed gedaan. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Nee, ik zou dat denk ik toch niet doen. Toch een beetje lekker. Maar als dan jouw vriend dit gevraagd werd, zou je dan zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet? Ik zou het toch wel leuker vinden als hij zou zeggen, nee, sorry, dit is mijn vriendin. Nee. Zou ik leuker vinden, okay. Maar ik zou niet zeggen, je doet dat niet. Wij zouden dat gewoon doen. Tuurlijk. Wij zouden dat gewoon doen. Mensen helpen. Hey. Tuurlijk, daar zijn we. Daar zijn we voor. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.